Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. De zon schijnt vandaag volop. Kunnen we ook zien op de satellietfoto. Er is geen wolkje aan de hemel. In de loop van de dag ontstaan er al een paar kleine stapelwolken, maar het blijft droog. Vroeg in de ochtend is het al 21 tot 23 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 29 graden in de kustgebieden en 30 tot lokaal 35 of misschien wel 36 graden verder landinwaarts. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen en aan de kust zorgt die dus voor wat verkoeling. Vanavond ook overwegend helder, de zon schijnt totdat zij ondergaat en er blijft nog lange tijd zomers tot zelfs tropisch warm. Morgen wat lagere temperaturen, 27 tot 33 graden, zeker in de ochtend wat meer bewolking ook in het noorden van het land, later geregeld zon en het blijft overwegend droog bij een matige noordelijke wind. Op zondag 24 tot 28 graden geregeld zon. Maandag en dinsdag is het overwegend zonnig. En dan gaat de temperatuur weer verder omhoog. Op dinsdag wordt het 29 tot 35 graden opnieuw. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.